Ja, mevrouw. Ja, zeg het u. U bent eigenlijk een beetje aan het smokkelen zo op een rolstoel, hè? Dit is de avondvierdaagse. Wat ben ik aan het smokkelen? Nou, dag van hier, hoor. Ik ken zo'n eind niet lopen, hoor. Deze dame achter u doet wel het zware werk. Oh, ja. Nou, dat hebben ze er zelf aangeboden. Ja, dit is een leuk verhaal uit de wijk IJsselmonde. Want senioren uit deze wijk die gaan vanaf vandaag meedoen aan de ouderen vierdaagse. En wethouder Sven de Lange die geeft dadelijk het startsein hier in verzorgingshuis Sonneburg. Veel plezier! Mevrouw, 2 kilometer, gaat u het redden, denkt u? Jawel, ik hoef niet te lopen, dus dan gaat het wel. Ik ben vorig jaar voor het eerst geweest, maar het beviel me goed. Dus ja, ik vind het wel leuk. En weet je wat het is? De plezier die je ermee hebt. Hè? En dat is, ik ben mijn buurvrouw, want die rijdt daar. Er wordt wat georganiseerd voor ons. Meestal zijn we de vergeten mensen. Dan moet je het zelf uitzoeken. En dit met elkaar vind ik geweldig. Dat is het leuke ervan. Ik heb een potje met vet. Al op de tafel gezet. Als je aan de avondvierdaagse denkt, dan denk je 4 dagen lang vroeg opstaan. Blaren op de voeten, lange afstanden. Hoe is dat hier bij senioren avondvierdaagse? Geen blaren. En ik voel me altijd fris en fruitig. Dan word ik emotioneel. Je bent echt emotioneel. Het doet u wel wat om zo met z'n allen hier te zijn, te lopen. Vind ik gezellig. Je leert een heleboel nieuwe mensen kennen. Poef, nou, we hebben het gehaald. Nou hè, ja, vond je het ook zo zwaar? Ja. Ja. Toch weer zo'n 4 kilometer in de beentjes. Ja, zou het 4 zijn? Ik dacht 2. Ja, jij denkt 4. Het voelt als 4. Het voelt als 4, ja. Nog 3 dagjes hè, sterkte. Dankjewel.